Het technisch team van het Internationaal Monetaire Fonds, IMF, heeft gistermiddag een gedetailleerde uitleg gegeven over de goedkeuring van het steunprogramma. Journalisten kregen de gelegenheid om via een Zoom-meeting op het ministerie van Financiën vragen te stellen aan de experts in het buitenland en aan de staf. Technisch topman Ding Ding vertelt dat de onderhandelingen tussen de commissie van IMF en Suriname heel veel tijd heeft gekost omdat zaken haarfijn moesten worden bekeken. En on that basis we'll assess the performance, the development against the previous set objectives and benchmarks, and that will form the basis for us to propose to the IMF Executive Board a conclusion of the reviews, which will then enable the disbursement at each review during the program. I think there was a question about how the financing will be used. So the total amount of the program is $688 million US, as I had mentioned earlier, out of which about $200 million is what we call budget support. So this will be the money that that will be distributed to the Ministry of Finance, to the government. De IMF-expert zegt verder dat het fonds afspraken heeft gemaakt met de schuldeisers. Het IMF zou namelijk inkomen voor Suriname, waardoor de druk van de schuldeisers op de Surinaamse economie komt weg te vallen. Econoom en onderhandelaar voor Suriname bij het IMF, Karel Eckhorst, zegt dat schuldeiser Oppenheimer ook zal worden gevraagd om een schuldverlichting. De Surinaamse overheid zal dan de ruimte genereren om middelen vrij te maken voor de ontwikkeling van het land en tegelijkertijd de terugbetaling aan de crediteuren. De applicatie van de Single Financing Assurance Letter Proposal, maar die valt wegen helemaal aan wat je hebt gegeven. En uiteindelijk heeft het IMF de knoop moeten doorhakken. Omdat u zich moet voorstellen, we hebben het 4 april staatslevel agreement. En ik zit al 6 jaar in de boord van het IMF, en die maak ik voor het eerst niet. Want dit is april staatslevel agreement. En 8 maanden verder hebben we nog geen IMF-programma. Dus het blijven halen en terwijl de economie verder gechallenged wordt. Dus op een gegeven moment moet je de knoop doorgaan. Eckhorst zegt dat hij samen met het IMF is gaan kijken naar modellen om de schuldeisers op een lijn te krijgen. De belofte aan de schuldeisers is dat tijdens het traject van Suriname met het IMF partijen aan tafel gaan zitten en bespreken hoe de schulden het best kunnen worden afgewikkeld.